Wij zijn Nadia en Samantha. En wij gaan voor u uitzoeken wat de mensen op straat ervan vinden of scholen wel of niet het pesten volledig kunnen stoppen. Wij gaan dat voor u uitzoeken. Gaat u maar mee. Ja, kom, dan gaan we. Ja. Dag meneer, mag ik u misschien wat vragen voor een project op school? Wat is dat? Wij zouden van u willen weten of u denkt dat de scholen pesten volledig zouden kunnen stoppen. Denkt u dat het mogelijk is? Denk ik niet. Waarom eigenlijk niet? Omdat het er nou eenmaal in zit. Mensen zijn altijd op zoek naar een zwakkere en die zijn ze altijd aan het pesten. Ik hoop het wel, maar ja, of dat helemaal gaat werken, dat weet ik niet. Ik hoop het wel, want pesten is heel nar. Nee, ik denk het niet. Waarom eigenlijk niet? Omdat je als docent of als directeur nooit helemaal doorhebt wat er gebeurt. Ja, nou, ik denk dat dat sowieso het grote doel wel moet zijn. Of je het allemaal ooit kan stoppen. Dat... Er zijn altijd pesters die het stiekem doen. En mensen die gepest worden die het niet vertellen. Het kan ook zo zijn dat een kind niet durft te zeggen dat het wordt gepest. En dan wordt het wel gepest, maar dan weet niemand dat. Ja. Ja, ik vind het heel belangrijk dat er wel heel veel over gepraat wordt en dat er wel heel veel aandacht aan besteed wordt. En inderdaad ook met de klas om het erover te hebben. Als de mensen er nou wat tegen doen, bijvoorbeeld pesten, straffen en zo, denkt u dat ze dan zouden ophouden? Het zou minder kunnen worden, maar niet helemaal weg. Dus, zoals je ziet, zijn we weer terug aangekomen op school. En we hebben gezien dat heel veel mensen het met ons eens waren over de stelling dat scholen niet al het pesten kunnen stoppen. Dat is waar. Dit was onze reportage.